Ik denk dat iedereen zo'n beetje binnenkomt en binnen is ook. Namens de organisatie heet ik jullie van harte welkom op deze reunie. Toen men mij vroeg om de inleiding te verzorgen, waren er tal van momenten dat Wim Plekkerpol, zoals mijn naam is, en Krediet wat met elkaar hadden. Ik noem u er een paar. Bijvoorbeeld Jelke, hij is net aangekomen. Prachtig dat je speciaal vanuit Italië bent overgevlogen. Jelke en ik zijn al heel lang goede vrienden. Als wethouder mocht ik het trein van Krediet kopen. En mochten wij daar bijvoorbeeld de Little en de toenmalige Fixit, maar met name ook wonen en werken, recreëren voor Noordwolde. En bij het openen van het nieuwe bedrijf in Steenwijk mocht ik ook als spreekstalmeester functioneren. Zomaar een paar voorbeelden om aan te geven dat toen Ellie mij vroeg deze reunie in te leiden, ik meteen natuurlijk zei. Ja, ik noem de naam van Ellie Sibrandi. En dan kan ik meteen komen bij de initiatiefnemers van dit festijn. Vorig jaar juni, het was een dorpsfeest in Noordwolde-Zuid. En daar ontstond bij Luid van der Helm, bij Betty Stuiver en ook bij Wim Tjalma het idee om de mensen weer eens bij elkaar te halen. En na veel heen en weer praten haakte ook Ellie aan en uiteindelijk ook Jan van der Wallen, zijn vrouw Anja en Ineke de Vries. Moes, moet ik gewoon zeggen. In minder dan een jaar tijd hebben ze vergaderd, hebben ze een Facebookpagina opgezet en veel mond-op-mond reclame. En nu zitten we hier met zo'n kleine 150 mensen die allemaal iets met Krediet Noordwolde te maken hebben. Wat een geweldig resultaat. Ik neem u graag even mee naar de historie van het bedrijf. Terug naar 1926, waar de toen 26-jarige Jan Krediet uit Desdijken een eenmansbedrijfje begon en allerlei koopmanswaar ging vervoeren. Er zat bijvoorbeeld ijzer bij voor de smid, er zat meel bij voor de bakker, zuivel enzovoort. Maar allemaal dicht bij Noordwolde. En voor de langere afstanden had hij samen met de Nekker een boot richting Leeuwarden en ook richting Sneek. Maar in 1938 verdween de boot. Verdween ook de naam de Nekker en werd het Jan Krediet. Overig bestaat, de Noordwolders weten dat uiteraard, de naam De Nekker nog steeds. En Kees heeft daar een fouragehandel. En hij rijdt onder andere veel met de pompen van de firma Van Hek. In de oorlog moet de T-Fort plaatsmaken voor paard en wagen. Maar na die oorlog, eerst met een paar legervoertuigen en later met vrachtauto's, komt de meubeltransport van de grond. Noordwolde produceerde grote hoeveelheden rotanmeubelen. En velen van jullie herinneren ook nog de foto's van het vervoer ernaartoe naar station Peperga. Dat was er toen ook nog. Oprichter Jan Krediet geeft het directiestokje in 1960 door aan zijn zonen Jannie de eerste, Roelof, broer, kennen we hem ook natuurlijk, de derde en Jelke als jongste. De tweede teller, en hij is hier vandaag ook met zijn vrouw Pietje, Henk, die is het onderwijs ingegaan. De drie broers waren 4 jaar eerder al medefirmanten geworden en in korte tijd bouwden zij het bedrijf uit naar een van de grootste in Europa, met regionale klanten als Rohé, Castle Furniture en Koelstra in Gorredijk. Het aantal auto's en personeelsleden groeide mee en in 1966 opende burgemeester Boelens een nieuwe grote hal. En later brengen ook prinses Beatrix en prins Klaus een bezoek aan het bedrijf. Zelf kwam ik in 1974 in Noordwolde als gymnastiekleraar. Ook erg leuk dat je nog wat oud-leerlingen tegenkomt hier. En als ik dan zei waar ik woonde, dan zei men, oh ja, natuurlijk, Jan Krediet. En in 1975 komt daar dan de vestiging Culemborg bij. En eigenlijk zie je dan al een neiging om centraler, beter bereikbaar te gaan zitten.
Want daar waar de rotan meubelindustrie in de jaren 90 vele deuren sluit, groeit Jan Krediet door. Ik zie nog die extra grote tent, wat bijna een circus tent, daar waar de mogelijkheid was om nog meer meubelen te kunnen opslaan. En in 1998 neemt de toenmalige directeur Jelke een van zijn meest lastige beslissingen. Hij was namelijk nog de enige krediet in de directie, want wat waren we geschokt door het ongeluk in 1983 dat Jannie het leven kostte. En broer was in 1993 afgezwaaid uit die directie. De route naar de snelweg was een moeilijke vanuit Noordwolde. En ook uitbreiding zat er in Noordwolde niet meer in. Het werd uiteindelijk Steenwijk. 22.000 vierkante meter. Een prachtige locatie en gelukkig niet zo ver van Noordwolde. Want had Jannie in 1980 niet gezegd, zo'n gemotiveerd stel werknemers krijg je in een ander gebied echt niet. 14 september 2002 wordt het nieuwe bedrijf door minister De Boer geopend en 3 jaar later nam Martijn de leiding in dat bedrijf over van zijn vader. Aan wiens hand hij toch alweer de nodige jaren had meegelopen. En tot zover zo'n beetje de geschiedenis. Geen Jannie dus meer. Ook geen broer die in 2006 overleed. Maar wel Jelke en Henk hier. En ook de zonen Jan van Jannie, Johan van broer en Martijn van Jelke zijn aanwezig. Vanzelfsprekend zijn ook vele oud-medewerkers ons ontvallen. En persoonlijk doet me dat denken aan mijn overbuurman. In de paardendreef toen ik net hier kwam wonen. Dikkie Vogelzang. Dikkie de Knoest, die in 1982 op pas 35-jarige leeftijd overleed. Hij noodde me uit om een weekje mee te gaan naar Zweden. En gymleraren, dat weet u zoals alle mensen in het onderwijs, die hebben ruime vakanties. En dat kon dus makkelijk. Het was een prachtige reis. 5000 kilometer. We gingen tv's halen in Noord-Zweden. Ik dacht dat het de firma Luxor was, staat er nog zoiets bij. En een overtocht vanuit Duitsland op de boot met onder andere ene Sietse en een derde chauffeur. En ik dacht dat het Henny was, die ook vandaag aanwezig is. Sietse heb ik overigens niet gezien. Maar bij het avondeten bestelde Henny een kop soep. Maar na 2 happen kwam daar op de lepel het gebit van Sietse naar boven. Lus je niet meer, zei hij. Hij zei, ik nog wel. En Henny stond min of meer vrijwillig zijn soep af. Maar er staat me altijd nog van die reis met Dikkie, staat me dat bij. Dikkie zou dit jaar 65 zijn geworden. Wat een prachtige kerel. En bezeten van zijn vak. Maar ook blij als hij op vrijdagavond weer terugkeerde bij zijn 3 vrouwtjes. Corrie, Ingrid en Helga. Zomaar een verhaal, zoals jullie er vast vandaag heel veel aan elkaar kunnen vertellen. Ik kan me voorstellen dat jullie popelen om met andere reministen te gaan praten. Zometeen zal hier achter mij een PowerPoint-presentatie zijn. In de gangen heb je al de fotoborden gezien. En op vertoon van de kaart die je hebt gekregen, kun je ook het Vlechtmuseum in. En in het Vlechtmuseum zit Martin van Nieuwenhoven, de oud-hoofdredacteur van Aanpakken, dat er niet meer is, die ook een foto-videopresentatie heeft gerealiseerd. En daarnaast staan er buiten, maar daar is iedereen langs gekomen, 2 moderne vrachtauto's, waaronder de nieuwste Mercedes. Ik meen dat die Actros heet. Koffie heeft u hopelijk gehad. 3 muntjes voor consumpties, maar natuurlijk kunt u bijkopen. En daarnaast worden u 2 koude en 3 warme hapjes geserveerd, als u tenminste hier in de buurt bent. 6 uur is het echt afgelopen en gevraagd wordt dan of je het kaartje weer wil inleveren. Namens de organisatie wens ik jullie allemaal een hele, hele fijne reunie en erg veel plezier. Dankjewel. Buiten.
Ga je gang.